Dames en heren, en welkom terug bij ARK Survival Evolved. Oh yeah, hier op de Scorched Earth server. Rich die is ons laatst gejoined. Hey Rich. Hey. En eigenlijk heeft hij nooit de proper ontgroening gehad voor Scorched Earth. Dus, wij hadden gevraagd om een challenge. En de challenge die was, ga met een gewone boog alle stemmen wat je tegenkomt. Dus wij hebben hier bij ons, allebei. Twee bogen. Ik heb een spyglass, Rich niet eens. Hij gebruikt... Nee, want ik heb een hele mooie muts op, hè? Hij heeft een mooie muts op. Hij gebruikt zijn spyglass toch niet. Maar, nee. We hebben elk 50 narcopijlen, 50 stone arrows, 50 narcotics. En qua gear dragen wij alleen maar primitive broek, schoenen en handschoenen. Waarom die handschoenen? Ziet er cool uit. Waarom deze keer? Ziet er cool uit. Dus, Rich? Ja? We gaan op naar de Blue Obelisk. Weten de mensen hoe ver dat is? Butt naked, zo wat. Ik ben al blij als we daar die boomgrens bereiken, zonder één keer dood te gaan. Oké, gaan we doen. Ik ren al. Maar we moeten ook wat temmen natuurlijk onderweg. Oh. Dat was eigenlijk de challenge. We moeten veel mogelijk temmen, maar dat duurt allemaal zo lang. We gaan kijken. We gaan alle carnivoren gaan we temmen, denk ik. Oké. Als we dat halen, met 50 pijlen in een gewone boog. Jawel. Ja, wij wel. Hoop ik. Anders maar niet. Hey, dit is een walk in the park. Dit is een makkie. Ja, gewoon door blijven rennen. Ja. Hey, Mr. Paracaritarium. Maar we hebben ook geen metal... Oeh, Tony Dragon. Nemen we die mee? We moeten ook meat hebben natuurlijk. Oké, meenemen. Wat gaan we killen voor meat? Oh, die Morella tops. Laten we maar Nokkie schieten. Of we gaan die Nee, dude, we gaan die Paracaritarium killen voor meat. Maar waarom schiet je dan op? Oh, eerst deze even Nokkie, dan wordt hij hongerig. Niet om mij. Het is altijd hem, dat is bij Tony's en de Temmer. Oh crap, welk level is dat, dude? 44 nog wat? 44, oké. Okay. Nou, denk ik wel. Valt mee. Ik hoop dat we hem niet doodschieten. Hij is neer? Nee. Oh jee. Hij is dol op jou, man. Leave me alone. Ha! Lekker auw. Ik heb hem mis. Maar dat was volop. Nou mag jij, hoor. Auw, yup. Oh, hij hit me één keer en dan gaat is een runaway mechanic. Dan moeten we even rustig doen, het schiet wel, anders gaat hij nog dood ook. Nee joh, gewoon erop los, bam. Oké. Okay. Neer. Ik heb mijn boog. Oh. Neer, nice. Yeah. Ik heb mijn boog half kapot en al 16 pijlen gebruikt. Paracaritarium, level. Dude, die Paracaritarium is level 40. Morella tops, gewoon meer doen. Ja. Er zijn ook wel iets van tools nodig. Stone, sand. Dude, volgens mij staan de reeds oebelaag. Ja, absoluut. Oh, wauw. Echt wel. Oh, wauw. Mensen, ik zal ook heel eerlijk zijn. We hadden vandaag problemen met de server. De server was gereset. Dus we hadden niks meer. Eigenlijk helemaal niks meer. En de mods, die waren eruit. Hoe dit allemaal kan, ik weet het niet helemaal. Mijn game user settings in die was gereset. En, dus de mods waren eruit. Dus alles wat ik gebouwd had, was weg. Zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was nog een beetje... vervelend. We hebben nogal hard moeten werken om dat weer aan de praat te krijgen. Wauw. Waar vind ik een... Oh, hier. Stone pick. Nice. Ik kan het nog wel. Wauw. Nice. Oké. Krijg ik nu meer hout? Nee. Oh, en schijnbaar zijn onze drop rates en tame rates alles gereset. Absoluut. Oh, crap, dude. Dan gaan we dat ding... Dan duurt hij een uur. Uur? Zoiets, weet ik veel. We kunnen proberen. Laten we die Morella soms maar even killen. Maar om heel eerlijk te zijn, ben ik wel super blij dat we überhaupt de server weer draaiend hebben.
En dat die, die morale tops is 104. Ah, dat redden we niet. Ah, crap. Oké, never mind. We gaan gewoon verder kijken. Heb jij geen bola's bij je? Nee, die wil ik maken, maar de crap, je rates, die zijn wel zo laag. Maar goed, we zijn een halve aflevering kwijtgeraakt. Ons schaapje, oh, hier is eentje van 32. Oh, neerblaffen. Ja. Maar, oh, die gaat vluchten natuurlijk. Oh, crap, ze is alleen dus ze vlucht. Maar dus, we zijn een halve aflevering kwijt. Ons schaapje, die is nog baby. Ons wolfje is nog baby. En ons andere babywolf, die hebben we niet. Die gaat er ook niet meer komen. Tommy Power, die heeft het over... Saber, oké. Changebow. Stemmen. Ja. Vergeet niet wat te drinken, hè. Oh ja. We hebben geen overpowered canteen bij ons. Oh, Saber heeft jou gezien. Hey! Wat een mei. Vlucht op een rots of zo, jongen. Oh, nee, hij zwemt. Blijf rondjes zwemmen, hij zwemt fucking traag. Nou. Jij ook. maar hij rent zeker weten sneller dan jou. Oh, is het een runaway? Denk ik? Nee, hij had gewoon problemen met die rots. Oké, hij is gewisseld. Oh, jij was niet beter in dan ik. Ik ben pro wegrenner. Oh, hij rent ook weg. Oh, hij zit, hij zit nou zeker weten in zijn runaway. Oh, kom hier jij. Kom hier. We hebben nog steeds geen meat overigens. Nee, niet in het water, Nokki. Niet in het water, Nokki. Ik jaag je er weer uit. Ik jaag je eruit. Al moet ik je eruit slaan. Die kant op rennen. Kom naar mij. Je zit toch in je runaway? Zat. Gaat je nou opeten? Nee, is Nokki. Oh. Oh, maar hij verliest geen zuurstof. Nice. Oh, makkie. Ze hebben nou meat nodig. Veel meat. die gaat nog makkelijk, man. Ja. We hebben de heks ook aan, toch? Oh, shit. Balls. Die hadden we wel aan willen zetten, mensen. Maar goed, we wisten niet hoe het werkte. Dus heeft zo'n waterbug ook meat? Ja, maar die gaan wegvliegen. Hier is een enkelo, level 12. Ja, maar ik heb hier eentje dood. Oh, nice. Die geeft vast wel meat, maar dan vast 2 of zo. Maar je kan op slaan, helpt dat, denk je? Ja. Moet je wel je eigen HP ook in de gaten houden. Oh, daar is het. Oh ja. Oh, wauw, 3 meat. Die geven sowieso al niet veel. En als onze rates echt van laag zijn, dan kunnen we niks stemmen onderweg. Dan is de challenge nog beter. Oh, nice. Ik heb een stone pick. Wacht maar. Okay. We kunnen wel een axe maken, denk ik. Axie. Een axe. Oh, crap. Craftables. Axe. Oh, ik heb niet 1 wood. Damn it. 1 wood. Hoe komen we ook 1 wood tekort? Als we gaan bouwen zijn rits, dan praten we over duizenden, soms wel tigduizenden wood. En nu komen we 1 tekort. Is wel heerlijk eigenlijk, want... Meestal is 1 wood makkelijker farmen. Nou. Oeh, torch. Die zijn we ook nodig. Dude, wat zijn we nodig voor een whip? Silk. Leer en zo. Nee, silk. Maar jij bent zo snel afgeleid. Ja. Wat waren we ook aan het doen? Temmen. Alles wat we tegenkwamen, temmen eigenlijk. Wow, ik doe het zelfs helemaal fout. We zijn helemaal geen arts nodig, want de pick die krijgt je veel meer meat. Veel meer. 21 om precies te zijn. Moeten we niet naar onze Tony trekken? Gaan we die eerst doen? Oké. Ja, deze. Ik heb liever die Saber, die kan sneller rennen. Ik heb liever allebei. Oké. Dan kunnen we meer aan. Dude, ik wou die Morella Tops van 104 eigenlijk. Nee, never mind. Dan kan hij in ieder geval meat voor ons harvesten. Ja. Oké, even kijken. Yup. Dat gaat lang duren. Oh. Heel erg lang duren. Oh, dan eten we hem ook maar op. Ja, maar dan kunnen we echt niks stemmen. Dan doen we net als vroeger. Gewoon lekker een uur wachten. Een uur wachten? Het is wel old school.
Een uur wachten. Dude, echt. Een uur? Ja. Die andere, hoe lang duurt die dan? De same truth. Ja, ongeveer even lang, man. Ik weet ook niet of het echt een uur is, maar... Je kan altijd nog een kut maken. Met een C, hè? Niet met een K. Oh, wow, 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 mensen. Wauw. Dat is proper Engels, hoor. Oh, kut. Engels. Oh, I can't. Oh, oh. Nee. Kijk, je hebt COCK en je hebt kut. Ja, oh, wat? Dude, wow. Proper Engels, COC... Wauw. COCK, kok. Bleep. Nee, dat is van een serie, toch? Bleep. Nee, bleep. Vraag maar aan je vriendin. Bleep. Dat is echt vrouwendingen. En bleep. Vergeet niet te drinken. Bleep, ik sta onder bleep. Water. Als ik nou C zeg, jij zegt direct bleep, bleep. Achteraan. Ja. Oké, 1, 2, C. Bleep. Klaar. C. Bleep. Ja, is goed. Mensen, wij gaan deze Dino stemmen en we zijn zo weer terug bij jullie. Mocht de... Wolf. Stemmen. Ja, dat is zo lang van... 2. Dit wordt ons eerste death. 3. Jap. 3? Jap. Oh ja. Hier op je face. Oh, ik schiet met de verkeerde. Er komen 2. Moeten we 1 killen? Ik weet niet welke jij aan het killen bent nu. Ik ben aan het temmen. Die eerste. Dit is een runaway en die gaat. Die slaapt ook al. Die gaat te vroeg nokkie. Die gaat te vroeg nokkie. Die gaat versuipen. Deze is ook level 12. Oh, hij wisselt van target. Ja. Nee, toch niet. Dat hij nou gewoon hier naast die Sabercat gaat staan. Oh, hij is gewisseld. Auw. Water houdt daarop, jongen. Water houdt daarop. Hij rent weg. Oké. Okay. Oh nee. Ga naar drogen. Jawel, hij is in de runaway. Waarom? Waarom als dino's in runaway zitten, gaan ze toch altijd onder water? Dombeest! Ook die is nokkie onder water. Dat gaan we nooit halen om die te temmen, joh. Nee, zonde van de pijltjes. Nogal. Ik heb er nog 9. Ik heb er nog ook 9. Oh, dit wordt nog wat. You killed a die wolf. Yup, ik wil je vlees. Ja, ik ga even een kampvuurtje maken, want ik heb honger. Echt? Ik heb mijn besjes gegeten. Ja, ik ook. Je maar... naar beneden ook. Oké. Okay. Schiet niet op, hè. Schiet niet op, dames en heren. Oh, dit is verschrikkelijk, mensen. Dit is toch echt wel heel erg. Maar dit is de pain van het beginnen. Het nieuw beginnen. Ja, op een wat een raar idee van de kijkers, hoor. Ik vond hem geweldig gaaf. Nee, Rits moet het weer helemaal over... wat is dat? Overnieuw? Opnieuw? Nee, niks aan de hand. Oké. Huh? Oh, Chaboa! Oké, okay, nice. Heb je al vlees gebakken? Oh, kak. Nee, ik was afgeleid. Dat gebeurt mij nooit. Vlees gaat te lang met mij om, mensen. Hij wordt ook net zo snel afgeleid als mij nou. wauw. Wij gaan al besjes eten omdat Rich niet opschiet met ons campfire. Gaan wij al besjes eten en dan gaan wij... Die dino's temmen en dan zijn wij ergens ook weer. Onderbreking maakt van we zijn er zo weer. Sandstorm. Dus gelukkig liggen we in het water en kunnen we genoeg drinken hier. Maar holy damn. Ik weet niet of het temmen wat gaat worden. Want wij kunnen natuurlijk ook geen besjes farmen zonder dat we stamina hebben. Ik denk niet dat we al een tent kunnen maken. Maar volgens mij zijn we daar silk voor nodig. En we hebben geen huis waar we veilig in kunnen schuilen. Ik zie jou niet meer. Ik jou ook niet meer. Ik ben onderweg naar de Tony Drekking, als ik hem weer kan vinden. Denk ik, hoop ik. Mensen, wij zijn er zo weer, mochten we deze zandstorm overleven. Met de nadruk op mochten. BRB. Onze raids zijn gefixt, even server restart, even de boel weer gefixt. Onze kat is getemd. De Tony Drekking, die hebben we opgegeten. Yummy, yummy. Die hebben we opgegeten en daar loopt een terrorbeurt. Dus, boom. We hebben boomerangs gemaakt. Oh yeah. Dat is een veel betere team als met zo'n gewone bow. En met die narcotic arrows. Want we kunnen geen narcotics meer bijmaken, mensen. Dat wil gewoon niet meer. Gezien het feit dat we narcotics, mortar en pestle. En dan moeten we een hele proper base gaan bouwen. En dan moeten we steeds terugkomen. Dus on the move werkt dat niet. Terrorbeurt, ga nokkie. Welk level is die wel niet?
36. Oh, echt? Oké, okay. Headshot! Ik had verwacht dat die wel nog zou zijn, man. Hij rent weg nou, denk ik. Ja, ik denk dat hij vast zit. Schiet ik wel met een goede... Niks aan de hand. Oh, dames en heren, Richard's taming buddy. Ik weet het niet. Zo. Nou zoekt hij ruzie met die dodikkeres. Hij wordt een beetje bloody. Ik denk dat hij doodgaat. Dat komt omdat ik met de verkeerde pijl aan het schieten was. Ah, hij is dood. Oh. Oké, no prop. Kat. Sorry, mijn schuld. Kat, kun je alsjeblieft die dodik... Hallo. Leertje, we hebben een looie kat. Hij doet... Ja, we willen hem niet... Oh, dat duurt te lang. Laat de vlees maar. Never mind, we gaan verder. Oh, yeah. Oh, god, hier dan weer met bola's? Ik, hè? Nee, pak de steen op. Oh, het klonk echt net als een bola's, man. Oh, sinds de modded server, zo gauw ik naar enigszins een geluid hoor, dat klinkt als een bola's, dan... Wauw, zit mijn broek vol, man. Dan zit hij gewoon vol. Dat is echt... Verschrikkelijk. Oh, een van die drie wolven, die is er nog. Oh. Timmer. Heb ik de goede pijlen? Nee. Nou wel. Oké, check. Oh. Heb ik ze? Ja, ik heb ze ook goede. Passive floaten. Oké, Wolfie heeft mij gezien. Ik kom onder water. Wolfie heeft brainworms. Au. Wat doe jij met een Jaboa? Oh ja, we hadden ook nog een Jaboa getemd onderweg. Oh. Rich, ik denk niet dat je die wolf kan wil tanken op het moment. Jawel. Nee. Passive. Auw. Mevrouw de wolf, u doet mij vrij zeer. Oké, ik weet niet, wat doet die wolf? Is die aan het vluchten of... Nee. Auw, ik zit vast tussen de team en die wolf. Oké, zit die echt jou aan? Dan ga ik weer schieten. Nee, ze doet. Nee, ze gaat. Achter mij, ja. Zie jou aan. Oh, wow. Crap, ik ben echt bij de. Stomme sabertooth. Die valt niet aan hoor, die staat op passive. Oh, hij gaat op. Oh, ook dood. Ik wil mijn trank arrows terug. Kreeg je niet. Alleen de echt wel? Alleen de stone arrows. Na. Oké, dames en heren, het is Rits gelukt. Hij heeft wat getemd. Nice. Okay, jongen, dus als ze achter je aanlopen, dan heb je ze gelijk getemd. Ja. Okay, nee, dat is echt niet leuk, dames en heren. Saber? Ik word zo gepest hier ook. Kun je dat? Oh, Oké, het is hem gelukt. Hij heeft hem dood. Is Saber ook nog leveltje nodig? Denk ik wel. Loopt nog een Saber toe. Oh, Temmen. Oké. Alleen? Oh, fuck! Ja, want ik ben echt bijna dood. Het zijn er twee, man. Ja, hij valt die dodik aan. Dan kunnen we free op hem schieten. Als die dodik zijn... Oh, Terrorbeurt erachter ook nog. Die komt eraan. Die is nog niet gefocust. Oh, dude, en een slang. You killed a sabertooth. Wat? Nou al. Rich? Nee. Die gaat ook dood. Oké, die Terrorbeurt die zit op onze kat. Die ene is Nokkie volgens mij. Ik ben over op de Terrorbeurt. Ik ook. Wauw, ik kan niet eens raken. Nee, hij beweegt te veel. Ik krijg niet die hit in. Oh, wow, hij is geswitcht. En run away. Niet in het water. Terrorbirds kunnen niet zwemmen. Je kunt niet vliegen, je kunt niet zwemmen. Je kunt alleen maar vervelend zijn. Oké, hij is Nokkie. Ja, die sabertooth hier is ook Nokkie. Echt? Sweet. Ja. Onze CBD van vlees, joh. Nice. Wauw, dat we nog niet dood zijn gegaan. Nee, we hadden lang gewacht dat we 1000 keer dood. Ik ben half dood trouwens. Iets meer dan half. Oh nee, nee. Oh. Ik ben alweer terug naar half levend. Oh. Deze is wel level 4, niet zo hoog, maar... Het is level 24, maar hij blijft zeggen put food in inventory to tank. Slaan. Daar wordt hij vast niet hongerig van. Oh. Denk ik. Maar we geven het even een tijdje. Misschien is het een glitch. Ja, dat had ik met mijn mammoet op een modded en jij had het ook bij Dino op modded, toch? Ja, maar die heb ik... Ja, een Alpha PT, die heb ik opgegeten.
Ja, hij zegt no taming. Crap, dude, ik ben hier nog narcoberries voor nodig ook. Echt niet. Voor die Terror Bird? Echt wel. Nee. Ja. Gewoon cheat spawn in. Oh nee. Nee. Cheat spawn in. Nee. Jij kent die codes al bijna beter dan ik, man. Nee, man. Alleen het begin. Cheat. Ik heb ook wel narcoberries. Ik ook, man. Zo. Hij heeft er gewoon nog niet gegeten. Oké, okay, hij gaat zo de eerste keer eten. Hij moet nog 4 hangen. Even kijken hoeveel dat oplevert. Go, eet. Kom op. Word hongerig. Ding. Ik voel je stimberries als het nodig is. Oké, okay, nee, daar kunnen we best op wachten. We gaan even wachten op de Saber en de Terrorbird en dan zijn wij er zo weer. We hebben hier natuurlijk Patricia, die hebben jullie net al gezien. En hier hebben we Terror Jaap. Dit is uit de goede oude tijd, volgens mij seizoen 1 van Big Brother of seizoen 24. Ik weet het echt niet meer, ik heb 1 seizoen gekeken. En daar hadden we Terror Jaap, ter ere van hem. En Richie heeft weer van hem, ter ere van jullie, de kijkers. Oh yeah. Oh, yeah. Daarboven loopt nog een Saber, dude. Ja, die moeten we temmen, hè. Die moeten we temmen. Ze staan op passive. Kan ik nog enigszins schieten? Jee, mag wat. Oh nee! Ik schoot jouw kijkers in zijn. In zijn Chloe EK? In zijn dingeling. Oh, daar loopt hij. Die is wel mooi, die zwarte. Kom hier! Jee, mag. Ik heb nog al zoveel pijlen gemist. Oké, okay, ik heb eentje gehit. Oh ik nee, nou is die boos op mij natuurlijk. Terror Jaap, tank hem. Goed zo. Oh, Terror Jaap, nakkie. 64! Hij rendert het niet, joh. Terror Jaap is al niet meer. De kijkers zijn al niet meer. Patricia, ga jij dit volhouden? Ga jij... Is Patricia nou weer dood? Hij zit achter mij aan. Ren naar het water. Hij pakt jou. Hij pakt mij. Ah! Ik zit in het water. Misschien hadden we bola's moeten maken in plaats van boomerangs. Oh crap, er zat een steen. Oh dude, hij doet echt zeer. Ja. Kun jij blijven hitten? Kan niet. Ik ken me, ik mis. Oh, hij rent weg, hij rent weg. Hij rent weg, nice. Patricia heeft nog overleefd overigens. Zie ik nu. Ganoppie. Ik gebruik gewoon mijn dingen zo. Hier, waar is die? Hier, vlak voor je neus. Oh wow. Hij moet nou tot Nokkie gaan. En het wordt nacht. Ja, hij gaat Nokkie, hoe dan ook. Maar ik denk ook dat wij veel sneller hard schieten, man. Hij is Nokkie. Ja? Ja! Yeah. Hij is Nokkie. Level 64. Loopt hier iets in de buurt wat we kunnen killen met Patricia? Omdat Prime niet geeft? Dood dikker is. Geef geen Prime. Oh. Crap. Oké, okay, we zijn Terror Jaap en kijkers alweer kwijt. Dat ging snel. Ah, die kijkers was ook niet zo hoog level, hè. Kijk eens waar Zoebelo level. Ja. Oké, okay, nou, sorry Terror Jaap, maar je zult mij vrij goed smaken. It's amazing! It's amazing, maar dat is het beste vlees, hè. Als je een dino net tempt en dat je dino meteen... Ja, dat is vers. Ja, maar het is ook vers getemd vlees, anders heb je van dat wilde vlees. En het is donker. Dus wij zijn er zo weer. De nacht op Scorched Earth. Wist de nacht is gekomen. Wij zitten hier lekker warm bij een kampvuurtje te wachten tot kijkers nummer 2 enigszins getemd wil worden. Oh yeah. En dit ziet er wel heel erg epic uit. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind Scorched Earth map mooier bij het licht van een campfire dan dat ik het... Whip it good, Richie. Loop eens door die junk heen, loop eens door die wolk heen die hij net achter heeft gelaten. Ik zie dat die wolk helemaal niet. Dude, ik ben er wel langzaam door. Jij loopt dat ding te whippen en ik ben er langzaam door. Ja! Dat moet ook. Oh, wauw. Oh, we hebben geen zadel, ik kan hem niet rijden. We moeten wolven hebben, die kunnen we rijden. Ik kan geen gamma doen, wat is dit? Oké, okay, nog een serverinstelling die niet goed staat. Wauw, ik ben morgen nog wel een halve dag bezig met de serverinstellingen fixen. Mensen, we wachten nog even op ons wolfje en tot die tijd probeer ik hier nog wat gave screenshots te maken. Want, damn, deze map is wel mooi.
BRB. 2.0, die is level 95. Heeft hij nice stats? Nee, maar gaat. Oké. Bij. Deze heeft 700 HP. Die heeft 650 HP. Oh, crap. Maar, mensen, wij hebben Change of Plans. De aflevering die duurt al wel vrij lang. En als wij daadwerkelijk alles gaan proberen te temmen wat we onderweg tegenkomen. Patrice, doe je ding. Oh, Patrice. Ja, nee, ik ben moe met het niet mee. Oh, nee, ja, nee, je mag ook Patrice zijn. Hoor. Als jij dat graag wil. Als jij dat lekker vindt, dat soort dingen is, dan. Ga ik daar nou weer dan? Ik laat. Wow. Change target. Dit is 7-tappen tegen. Ja. Oh, nee. Nou gaan we kijken, is 2.0 en Patrice haal verliezen. Helpen. Oké. Okay. Titanbo is dood. Oh, yeah. Ze ownen. Waar zijn ze nou weer mee aan het vechten? Oh, een bijtje. Oh, ja, ze zijn wel bijna dood, dude. Patrice. Hallo. Oh, kijk. Oeh, echt. Kijk eens, 2.0. Patrice is gewoon echt nog kwaad deze. Ja. Oh, Wat doen we met held? Ja. Laten we maar levelen in held. Maar dames en heren, wij gaan dus niet meer proberen alles te temmen. Wij gaan gewoon proberen om met deze twee sabers, of zonder, who cares, enigszins de Blue Tower te halen. Dat gaan we proberen. We hebben onderweg geen bedden neergezet, dus geen cheaty way om hier weer te komen. Of wat dan ook maar. Maar we zijn nog niet eens zo heel erg ver. Zal ik hem even force healen? Ja, daar ben ik al mee bezig. Ja, hij is vol. Oh, moeten we die slang nog oogsten aangezien we zitten met alles force healen? Oké, okay, alles oogsten. Maar we gaan dus proberen daar te komen. Oh, zo'n slang geeft ook prime. Oh, tem. Oh nee. Ik zie daar iets in gevecht. Echt? Ik ga kijken. Is de Rex? Er is nog een slang. Stuur je kat erop af. Ja, hoe doe je dat? Ik heb er bij mij gerebound. Oh, mijn kat doet automatisch. Oh, sorry, ja, Patricia. Ze staan op attack my target nu, als het goed is. Oké, okay, nice. Yeah! En nice. Er loopt ook nog een schorpioen. En... Oh. Kunnen we hebben, schorpioen. Geen probleem, kunnen we hebben. Kunnen we hebben. Maar als het goed is dat wat jij hebt met je boog... Wow. Jij wordt wel heel fanatiek meteen. Ja, maar ik heb van jou geleerd. Als je er gewoon... Je kan er gewoon naartoe rennen. Ze kunnen je toch niet steken. Meestal niet. Was dat ding nou een mooi level? Geen idee. Let's go. Nee. Let's go! Wolven en... Oké, laten we... Ja, die kant op. Doe maar. We gaan niet meer in de canyon, hoor. Dat is gevaarlijk. Er zit ook nog een slang op die dodikkeres te eten. We moeten weg hier. Weg. Rennen. Gewoon rennen. Kom maar, poesjes. Hey, Helly. Oh, Patrice zit weer vast. Patrice is te dik zeker. Oh, Patrice is te dik, man. Oh, eerst leveltjes pompen, hè? Oh, ja, leveltjes erbij. Nee, die slang is hier al. Nee. Val aan, Patrice. Wat sta je daar nou te kijken hoe die slang mee op zit te eten? Ik denk dat ik ga slapen. Oké, okay. Nice. Echt? Ja, kijk maar. Ik slaap. Rich ligt weer te slapen. Wat ben je, man? Ik zie je niet eens. Dames en heren, welkom in het wonderwereldje van slangen. Dude, kijk mensen, dit is er nou gewoon wat er gebeurt. Altijd als ik met Rich op stap ga, ligt hij wel weer te slapen op het werk. Ja, of het is Sander. Man, mag ik ook een keer? Ja, klopt. Sander kan ook goed slapen op het werk, ja. Bijna wakker. Nog kortings nemen we mee. Oh, wauw. Maar Patrice, zoveel heb je helemaal niet bij je, meis. Waarom ben je te dik? Wat is dit nou dan? Ik ga je echt niet levelen in weight. Dames en heren, wij gaan nog heel even weer verder proberen te komen. Oeh, een trank arrow. Heb jij aangeraakt misschien met een trank arrow? Ik wil wel heel hard op gaan fluiten, maar... Ja, heb ik gedaan. Maar nee, met het loetsen natuurlijk uit die slangen. Nee, maar ik heb ook wel eens een keer wat geraakt wat niet... Ja. Vijandig meer was. Ja. Oké, nog props. Ben je wakker? Ja, al lang. Oké, gaan we verder. Skit! Oh, ik denk niet hij is al bloody. Oeps. Hij is neer. Ik moet oppassen met mijn boog, man. Ik hit altijd de verkeerde. Wat voor loot heeft hij? Crap. Geen water. Oh. Nee. Nog geen level 64, kerel. Oh, dit moet wel even helpen. Ja, maar als ik help, dan hit ik steeds onze katten. Alweer. Oh nee, man. Dat hebben ze. Nice.
Ik ben Waterloo! Als hier nog een Caprosugus in zit, jongen, aan de andere kant wolven. Ja, gewoon drinken en wegwezen. Oké, gedronken, wegwezen. Patrice. Meen je dat nou serieus? En ze komt eraan rennen. Oh, lekker, wat gaat ze eten? Patrice. Kom eens met je neus uit die bosjes. Leg nou eens even uit aan de kijkers. Waarom jij kijkers 2.0? Waarom laat jij kijkers 2.0? Al het werk doen en vervolgens eet jij het vlees op. Patrice. Ja, kom. We gaan die kant op. Goed zo. Toe maar. Ja, toe maar, Patrice. Toe maar. Ja, loop maar naar de rand. Loop maar naar de rand. Dit gaat bestraft worden. Au, dat was ik. Oh ja? Jij mag ook wel eens straf. Au. Oké, laat maar. Patrice, kom. Kom op, Patrice. Het is gelukt. Patrice is ook bovenaan de berg. En we gooien haar er niet af voor deze keer. We zijn haar nog nodig. Maar. Nou. Kijk dan eens even, mensen. Kijk dan eens even. Dit is de vallei die wij nog door zullen moeten gaan. En we zijn voor niks deze berg op. We know. Maar kijk dan naar het uitzicht. Insane. Hoe gaaf is dit uitzicht? Patrice, blijf maar daar, oké? Okay? Heb ik beter gevoel bij. Blijf jij maar even daar. Kijk eens wat een on- en onwijs gaaf uitzicht. Absoluut heel erg gaaf, of niet, Rich? Dat is echt ziek. Ja, man. Ik heb dit nog nooit gezien zo, hoor. Dit is echt mooi. Dit hadden we eerder moeten doen. Lekker wandelen door de Scorched Earth map. Oh. Ja, maar daar hebben de kijkers voor nodig, voor ideeën. Absoluut. Absoluut. De hele challenge van alle stemmen... duurt te lang. Maar dit is wel super, super gaaf. En we moeten afkloppen. Maar tot nog toe... niet doodgegaan. Oh yeah. Nee, normaal had ik hier naar beneden geslagen. Maar ik weet dat we dan heel ver terug moeten. Heel ver, dude. En ja, kijk, dus dan doe ik het niet. Kijk even wat ik naar beneden zie lopen. Daar zie ik 2 tornidrekkens. Daar zie ik nog een tornidrekkens. Daar zie ik een scorpion. En dat is alleen maar wat wel ingerenderd is. Want grotendeels is niet eens ingerenderd. Dat, ik weet niet wat het is. Maar het lijkt op een saber. Een wolf. Oh. Saber, denk ik. Nee, het is saber en een wolf. Daarnaast loopt ook een wolf. Waar heb ik Patrice nou weer achtergelaten? Bij mij. Bij kijkers. Oh, echt? Staat ze op follow op jou? Nee, ik... oh, ja, bij kijkers. Nee, ik heb Patrice gevonden. Maar mensen, wij gaan even weer down the hill van de berg af. En dan gaan we proberen om weer die kant op te gaan. En ik verzeker jullie, dit eerste stukje was nog maar piece of cookie. Daar, waar we bij die berg komen, daar gaat het veranderen in rock columns en in carno's. Oh, crap. BRB. Rich, run! Oh, nou moet ik rennen. Nee, hier, heb een bola om je benen. Hier, daar zijn ze. Kijkers en Patrice. Oh yeah. Afgelopen met jou, Terrorbeurt. Afgelopen met jullie. We hebben jullie niet nodig. No way. Wij hebben Patrice en kijkers. Oh, Rich. Dan zet ik de opname speciaal weer aan, omdat we die Jaboas zullen gaan temmen. Nee, ik heb hem wel getemd. Oké, hij is getemd. Hij is getemd. We gaan... Ah, Patrice! Oh, meest gebruikte naam. Hashtag Patrice. Oh yeah. Meest bevuilde naam, denk ik, afgelopen week. Meest bevuilde naam. Ja, Patrice. Je bent wel een beetje ondergezeten. Nog één op je. Oké. Patrice, kijk eens even. Oh, wat een OP Sabers. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zijn we nog een beetje sap nodig? Ik heb een sap. Ja. Ik heb sap bij me. Geen probleem. Geen probleem. Patrice, hou jij van sap? Sap? Ja, heel veel sap. Heel veel sap. Oh, gele. Leveltjes. Als het maar geel is... Oh, dude. Oh, dude. Oh. Patrice, go. Ja, pak ze. Oh. Oh, Patrice, niet Ries. Oh, Rich, dude. Oh. Oh, wel is jij gelukkig dat niet mijn level 8 was en geen level 80. We hebben het stukje met de bergen hebben wij bereikt. En hier kunnen we dus niet meer naar links uitwijken of naar rechts uitwijken. Of iets dan ook maar. Dus we zullen hier moeten vechten voor ons leven. En dit is absoluut niet een... Oké, Rich? Brainworms. Rich? Ja, ik zie het al. Ze hebben honger. Nee, ik ga met mijn kijk eens wat Patrice wist daar te doen. Go. Oh, wow. Picked up 240 stone. Oh, no.
Ik heb je bolas eens gegeven. Oké. Okay, ja, nee. Weet ik, maar ik ga met mijn zweep erop af. Ik denk heel stoer te wezen. Maar ik heb geen schoenen en geen handschoenen meer aan. Niet? Nee. Waarvoor ben je dat ze. Oh, dat voor mij is ook bijna kapot. Never mind. Mijn broek is bijna kapot. Je kunt wel cloth care maken van fiber is dat volgens mij. Gewoon alleen fiber. Armor. Cloth. Fiber en hide. Never mind. Hier is een wolf aan het maten met een morelle tops. Laten we gauw joinen en dan kunnen we hem doodmaken zonder dat hij ons enigszins iets aan kan doen. Oké, okay, heeft de morelle tops al dood. ik mis kijkers. Kijkers, kom hier. Kijkers? Ja, waar ben je? Die staat er stil. Hij komt eraan. Hallo, we hebben je hulp nodig. Hallo! Oh, dude, ook echt. Patrice is bijna dood. Nee. Ja. Wow. Dude. Daar gaat dus de mate boost. Richard gaat ook weg. Oh mijn god. Kijk Weet eens. Je hoe ver dat lopen is? Dan ga ik echt nooit weer redden hoor. Kijk eens. Holy damn. Deze was bijna dood, kerel. Hij was bijna dood. Ja, ja. Ik denk dat je deze missie alleen voor moet zetten. Alleen ik kan voor... niet meer op tijd bij jou zijn. Oh. Dat wordt nog een helse reis. Patrice, wat heb je nou gedaan? Oh, laat ze mij in de steek. Ik ben echt... Onze dichtstbijzijnde bed staat op 50-70. Ja. En wij zijn op 30-35. Red ik niet meer om legaal te doen. Oké, maar pak je flyer, dan kun je nog in ieder geval toekijken. Alleen toekijken. Dat vind ik sneu. Maar dan wil ik ingrijpen. Nee, dat is cheaty. We kunnen dit. Mensen, we moeten dit kunnen. Kijkers, ik neem jullie mee en we gaan het proberen. Wel moeten we nu nog veel voorzichtiger zijn. Heel erg veel voorzichtiger. Kijkers, ben jij nou te dik? Ga jij nou Patrice haar eigenschap overnemen nu Patrice er niet meer bij is? Hell yeah. Ah, crap. Ah, go. Val hem gewoon aan. Go. Inmiddels is Rich hier op een wyvern. Nee. Close call. Maar dames en heren, inmiddels is Rich hier op een wyvern. En hij is alleen maar voor de morele support hier. Ik denk om eerlijk te zijn dat ik het niet ga redden vanwege de hitte. En dat ik dood zal gaan voordat ik de Blue Tower heb gehaald. Maar ik wil het blijven proberen. Hoe dan ook, ik wil het blijven proberen. Ja, het moet lukken. Het moet gewoon lukken. Maar dit is wel erg gevaarlijk terrein. En wij hadden mate boost op onze sabers. En gezien Patricia weer bezig ging met andere dingen, zijn we onze mate boost uit. En... Ja, die... Jongens, jullie hebben de filmpjes van Patrice wel voorbij zien komen. Ik kan gewoon het onderwerp niet laten. Ik moet het even aansnijden. Maar niet te lang naar die filmpjes kijken, jongens. Zo hoort het niet. Dit is weird shit. Focus. Zal het waard zijn om die fase erop te pakken? Au. Heb je ruzie? Ja, ik dacht dat het onze saber was die achter mij liep. Maar dat was dus niet helemaal zo. Oh, crap. Wij gaan het nog even blijven proberen. We moeten Archie's ontwijken. Net had ik over bijna een tapetjara. Alleen was het een T-Horny Dragon die... Nee, doe maar. Ik ga bijna dood trouwens. Jij gaat bijna dood? Oh, ja. Ik heb hier niet meer die dikke vlam. Alleen nog zo'n klein vlammetje. Oké, Archie. Ik weet niet wat je van plan bent, maar... Niet hier, alsjeblieft. Ik ga echt dood. Echt? Dude, dan staat je wyvern hier. Heb je mijn kleren? Nee. Damn. Kijk in die paarse drop, die zit er daar wel een keer voor je. Oh my god. Oh, wacht even. Oh, dan gaat hij echt jou aan. Oké, okay, no problem. Mensen, wij zijn er zo weer. Nee. Ik denk dat het moment daar is gekomen, mensen. Ik denk dat het moment daar is. Het moment is daar. Oh, kijkers redt zich. Denk ik. Oh, kijkers wint het. Ik heb wel nog een beetje last van de heatstroke zoals jullie.
Oh, kijkers, wat zijn jullie geweldig. Wat zijn jullie ben jij geweldig? Nee, jullie zijn geweldig. Kijkers, eet die schorpioen op. Eet die schorpioen op. Oh, wauw, mensen. Ik had in één keer 2 zebers in mijn nek. Ik dacht echt, dit is het moment. We zijn er geweest. We zijn er geweest. Maar we leven nog. Voor hoe lang? Ik heb geen idee. Gezien wij geen water meer hebben. Crap. Ik kan hem bijna ruiken. Kom, kijk. Wow. Mensen, kijk dan bovenop die rots. Oh, als we nog een beetje dichterbij waren geweest, dan waren we al heen geweest. Kijk eens, we hebben haast. Oh, crap, Carno's. Oh, heb ik jou wel geheeld? Ik moet je eerst even healen. Ik heal je. Kom, go. Wauw. Mensen, wij zijn er hopelijk zo weer met het punt dat ik het haal en niet het punt dat ik doodgegaan ben. Of door de dorst, of door de honger, of door de hitte, of door een Carno. B.O.B. Mensen! Oh nee, het moment is daar. Wij zijn gelopen vanaf dit punt hier naar dit punt hier. En waar ben ik uiteindelijk aan dood gegaan? Full damage. Full damage! Oh, ik was een berg opgeklommen om wat kano's en zo te ontwijken. En ik viel eraf. Wauw, maar we konden het bijna ruiken. Sterker nog, ik ga back to base, pak een wyvern. Ik laat jullie zien waar ik doodgegaan ben. Ik laat jullie zien waar de Blue Tower is. BRB. Dit stuk hebben wij gelopen. Daar zijn wij begonnen. Dit hele stuk hier langs. En toen zijn wij hier langs gelopen. En zijn wij hier tussendoor gesneakt. En gekild. Hier was de berg waar wij bovenop hebben gestaan. En jullie nog even een kleine update hebben gedaan. Van het stuk wat we nog moesten lopen. Dat is overigens een Wilde Wyvern. Die zijn we net gelukkig niet tegengekomen. Toen zijn we de berg weer afgegaan. Zijn wij hier helemaal langs gelopen. En vanaf hier begon de ellende. Vanaf hier begon pas de ellende echt. Hier zijn we Rich verloren. Hier zijn wij Patrice verloren. Oh my. Maar het echte. Het echte nadelige moment was, daar zijn we over Rich en Patrice verloren. En hier mensen, dat is de tapetjara die ik nog wou temmen. Hier was ik. En hier zag ik lopen. Oh, dude, Jabberwocky, learn to land. Dude, nee. Oh, dude, wow. Brainworms. Maar hier zag ik iets te veel Tawny Dragons en Carnos lopen, dus besloot ik maar om hier naar boven te klimmen. En toen viel ik hier van de rand af. Ik zou het jullie graag wat preciezer laten zien, maar Jabberwocky is te snel hiervoor. Te snel, maar mensen, dit is het punt waar ik dood ben gegaan. Jullie kunnen het zien, Jaboa en kijkers ligt hier. Sterker nog, kijkers, omdat jij het tot dit moment... Oh, dude, pak ik de poep op van de Jaboa in plaats van de Jaboa zelf. Oh. Je hebt vandaag wat met poep, jongen. Nasty. Take all from inventory. Nice. En heb ik nog een beetje een keer dat in een blote kont opnemen. Dat is ook de reden waarom we een keer aan hebben. Want in een blote kont opnemen is gewoon niks. Kijkers, omdat je het hebt gehaald, zal ik je meenemen. Denk ik. Echt? Ja, kijk. Ja, voor de kijkers. We doen het voor de kijkers. We doen het voor de kijkers. Absoluut. Moet ik hem wel even op kunnen pakken. Eén moment, mensen. Oké, poging 2400. Ik heb kijkers in mijn klauwen. Maar, dames en heren, dat is het punt waar ik doodging. En hier was het punt wat we wilden bereiken. Oh, mijn. En kijkers heeft leefde nog. Dus we hadden dit makkelijk kunnen halen. Als ik daar niet van het randje afgegleden was, dan hadden we dit makkelijk kunnen halen. En dan hadden we hier in deze schitterend mooie lagune kunnen zijn. En kunnen genieten van de overwinning dat we dit punt aan hem mogen bereiken. Maar het mag nou niet zo zijn. Dames en heren. De aflevering duurt alweer een zee lang. Maar hey, dit was wel een leuke special. Dit was een leuke challenge. Dit was als vroeger, Kletsie. Dit was als vroeger, mensen. Dit doet mij denken aan Survival of the Fittest. Dus misschien gaan we daar binnenkort ook wel wat doen, dames en heren. Zien jullie vanzelf. Hou het kanaal in de gaten. Als je het leuk hebt gevonden, druk op die like button. Wil je op de hoogte blijven? Vergeet niet te abonneren. Rich, super bedankt voor vanavond. Ik heb verschrikkelijk genoten. Je hoeft mij echt niet meer te bedanken, man. Ik vind het zelf ook leuk om te doen. Dus ik ben zelfs al vergeten op te nemen. Dus kan je nagaan. Oh, nee. Ja. Ik ook. Denk ik. Nee. Oh. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende.
keer. Appetje ho.